Per eind oktober wordt het bedrag voor onderstaand genietenden verhoogd van 350 SRD naar 1250 SRD. De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit overheidsdienst BBGO, die al jaren hiervoor pleit, zegt de mededeling niet officieel te hebben ontvangen van de regering. Waarnemend BBGO-voorzitter Roy Sporksleden vindt het geweldig dat de verhoging eindelijk is gekomen. Echter zouden ze wel via overheidswegen verwittigd willen worden over dit besluit. Deze ouderen hebben het heel moeilijk. Want we zijn niet een organisatie die daar ergens in een klein huisje daar ergens wat doet voor senioren burgers en voor onderstaand genietenden. Dus daar op grond van dat gegeven hebben we gezegd, niemand minister, ja. Erken ons. Die groep heeft het goed moeilijk, omdat vaak is het zo dat de mensen, wanneer ze senioren burgers zijn geworden, zijn ze bijna, kan je zeggen, worden ze vergeten. Maar men beseft niet dat die senioren burgers eigenlijk de basis hebben gelegd om nu verder te gaan. Toch? En zelf bedrijven hoor, zelf organisaties, zelf regeringen. Je moet acties voeren om de mensen tegemoet te komen. Sporksleden geeft aan dat BBGO zelf garant moet staan voor enkele leden om een lening te doen bij Godot. De lening gebruiken de leden om medische redenen, want de kosten hiervoor lopen hoog op. Om ze in elk geval via Godot een lening te geven, om een bril aan te schaffen. Om medische kosten te doen, om een wat te kopen of noem maar op. Dus ze hebben het kortsgoed moeilijk. En wij proberen via de overheid de mensen wat aan te bieden. Maar het lukt vaak niet met veel pijn en smaad, met veel trekken, halen en zo komen dingen terecht. Soms ook niet. Maar ze hebben het goed moeilijk. Medisch, vooral in het medische probleem, daar zitten ze echt wel met hun handen in het haar. Omdat de medicatie, kijk, er zijn gevallen waarbij ik weet dat mensen bijna 9000 moeten betalen voor een medicijn. Waarbij een tablet 350 gulden per stuk kost en de persoon is 30 nodig. 9000, waar haal je het vandaan? En het ministerie van Sociale Zaken geeft 1/3 van het bedrag. Sparksleden wijst erop dat gepensioneerden met veel uitdagingen zitten. De onderstanduitkering is bedoeld voor schoonmaaksters en bewakers die geen volle dagtaken hebben. Ambtenaren die met hun 60ste uit dienst zijn gegaan met een minimale diensttijd van 5 of 10 jaren. En ambtenaren die nooit een vaste aanstelling hebben gehad.